iedereen, welkom weer op ons kanaal en welkom bij een nieuwe Budget Toppers. Zoals jullie vast wel doorhebben is het weer een beetje het begin van de nieuwe maand. En dat betekent dat we weer gewoon deze aflevering van Budget Toppers voor jullie hebben. En in deze serie delen we dus allemaal aanbiedingen die er op dit moment zijn. Dat betekent dus niet dat de producten die we laten zien per se het allergoedkoopste zijn die er bestaan. Maar het zijn wel gewoon hele leuke dealtjes waar je gebruik van kunt maken. En ze zijn natuurlijk allemaal een beetje limited. Dus als je iets leuks ziet zou ik zeggen, ren dan naar de winkel naar deze video. Nou, laten we maar gewoon gelijk beginnen, want we hebben weer een aantal leuke budgettoppers om met jullie te delen. We beginnen met lifestyle. We hadden bij de HEMA een hele leuke adventskalender gezien. En dit is er niet zomaar eentje, dus eentje die je zelf kunt vullen. En deze kost maar 3 euro. En het is heel erg leuk, want op die manier kan je zelf een beetje bepalen wat erin gaat. En dat maakt het dus een extra leuk en persoonlijk cadeau als je die aan een ander geeft. Gaan we door naar Kruidvat. Daar heb je momenteel 2 soorten ophangrekjes. En dan zijn we inderdaad weer met die ophangrekjes. Maar het zijn gewoon hele leuke dingetjes voor in je kamer. En deze bij de Kruidvat kostte nu maar 3,99. Wat ik wel een hele goede deal vind. En het geeft ook net gelijk wat extra's in je kamer, omdat het niet zomaar een rekje is. Ja, en dan heb je ook nog een bijzettafeltje en een tijdschriftenrek in één. En deze kost 8,99. Dus het is wel iets duurder, maar het is wel, het heeft een andere functie, zeg maar. Ik vond hem wel heel erg grappig. Bij trekpleister heb je nu heel leuke vachtjes in de aanbieding. Die zijn heel erg leuk om over een tafel of gewoon op de grond te leggen. En deze zijn maar 3,99, dus dat is een hele goede prijs. En bij de trekpleister heb je ook nog een hele leuke waszak. En het klinkt misschien een beetje suf, maar het is gewoon heel erg leuk en mooier eigenlijk om je vuile was in op te bergen. Maar je kunt er natuurlijk ook andere dingetjes in doen, zoals speelgoed of Kleden, kussens. Of gewoon heel veel troep en dat ziet er gewoon een stuk beter uit in je interieur. En deze waszakken kosten maar 3,99 euro. En ze hebben er ongeveer 3 verschillende soorten printjes. En ze zijn allemaal een beetje minimalistisch en zwart-wit. Dus heel erg leuk. Bij Big Bazaar hebben ze momenteel een superleuk letterboard. Deze heeft een afmeting van 30 keer 45 centimeter, wat een mooie afmeting is. En je krijgt er letters bij en het kost maar 6,99 euro. En zo'n letterboard is natuurlijk superleuk om je favoriete quote of iets dergelijks op te zetten. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jouw favoriete quote is. Dus laat hem even achter in de comments. Bij de Big Bazaar heb je nu ook 25% korting op Hollandia apparatuur. En ik hoor je denken, wat is dat? Nou, Larissa heeft bijvoorbeeld haar toasteroventje die we de vorige keer in de budgettoppers lieten zien. Die heeft ze bij de Big Bazaar ook gehaald van het merk Hollandia. En daar is ze nog steeds heel erg over te spreken. Ja, het is echt een topoventje. Even als tussendoor een review. Je kan er super goed dingen mee opwarmen. Pizza's doen het trouwens echt mega goed. Dus had je iets vorige keer van ja, wat is dat voor oventje? Heb ik het nodig? Ik zeg ja. En je hebt dus nu ook nog 25% korting. Volgens mij heb ik mijne gescoord voor, het was het, 20 euro. Dus reken maar uit. Met 25% korting wordt het echt wel een lekkere deal. Dus ja. Dit vind ik wel een hele leuke tip. Nou, de Action konden we natuurlijk ook niet vergeten. Zoals jullie weten hebben we laatst een shoplog opgenomen. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan eventjes op het i'tje. En toen ik daar laatst rondliep, toen heb ik het eigenlijk laten liggen. Maar nu kan het niet meer. Want bij de Action heb je nu een aanbieding voor draadverlichting. En als je je afvraagt wat het is, dat zijn bijvoorbeeld die leuke lampjes hierachter. Dat ziet er gewoon heel leuk bokeh, ja, tumblerachtig uit altijd op foto's. En ze zijn nu maar 78 cent. En dan heb je een draad met 20 lampjes. En die hebben ze ook nog met 40 lampjes en met 100 lampjes. Dan worden ze uiteraard wel iets duurder. Maar 78 cent is echt geen geld. Momenteel heb je bij de Action en ook bij Kruidvat hele leuke weekplanners liggen. En ze zien er ook nog eens heel erg hip uit. En deze zijn bij de Kruidvat bijvoorbeeld maar 1,99 euro. Maar bij Action zijn ze ook helemaal niet zo duur. En het is gewoon super fijn om gewoon lekker georganiseerd te werk te gaan. Bij de Zenos heb je op dit moment iets heel vets. En sommigen van jullie wisten het al, want ik heb al wat berichtjes binnengekregen via Instagram en volgens mij ook Twitter. En ze hebben daar namelijk een unicorn broodrooster. Nou, dit is niet per se een super budget topper, omdat hij toch nog wel 24,99 euro kost. Maar het is een unicorn. En hij is gewoon wel heel erg vet, want je kan dus gewoon broodjes roosteren en dan komt er een unicorn print op. Dat is gewoon, dat maakt je ochtend een stuk leuker en vrolijker. En we hadden gezien dat meisje Jamila hem had. Dus check ook eventjes haar video als je wil weten hoe die precies werkt. In de folder zag ik ook nog een klein blokje staan waarop stond 2 plus 1 gratis. En we zaten een beetje te twijfelen van is dat nou alleen geldig voor de notitieblokjes? Of is dat geldig voor de hele pagina met alle dierendingen, dus ook de broodrooster? Dan kan het wel interessant zijn. Uiteraard is het goedkoopste ding die je koopt gratis, maar
ja, misschien kopen er wel 3 om weg te geven of zo met Sinterklaas of Kerst. Dan is het wel een hele goede deal. Superleuk nieuws voor alle Starbucks liefhebbers onder ons. Ik ben er hier zelf ook eentje van. In de periode 9 tot 12 november krijg je een tweede drankje gratis wanneer je naar de store gaat tussen 2 en 5 uur 's middags. En dat is dus super chill, want dan krijgen we dus in principe voor de helft van de prijs. En dat geldt op een aantal drankjes. Ik ga het heel eventjes voorlezen. Het geldt namelijk op de Toffee Nut Latte. Deze is vernieuwd. Er zit nu een hazelnoot topping bovenop. En geldt ook op de Fudge Hot Chocolate. Dus dat is ideaal. Lekker, heel lekker, ja. En ook ideaal als je niet van koffie houdt. De Gingerbread Latte is ook weer terug. Daar geldt hij op. En op de allernieuwste Festive Cold Brew met sinaasappel en cranberry. Die klinkt echt heel erg lekker. Ja, dat is een koud drankje. Dus dat is misschien wel erg lekker als je juist niet zo zin hebt in een warm drankje. En het klinkt ook wel heel erg lekker. Ja, en het is wel heel erg leuk om te proberen als je dus met een vriendin eentje gratis kunt krijgen, toch? Ja. En momenteel hebben ze ook nieuwe cups in de collectie. Of nou ja, in de collectie. Die krijg je zeg maar dus als je een drankje bestelt. Zijn dus gewoon echt kerstige cups. En die hebben een leuke versiering erop. Nou, in principe is deze aanbieding geldig in alle vestigingen van Starbucks. Maar het kan zijn dat misschien een vestiging die op het NS-station zit, dat die er niet aan meedoen. Want dat zijn dan weer Starbucks die NS als eigenaar hebben. Dus die hebben misschien andere regels. Maar check het eventjes als je bij de kassa staat. Als ze dan zeggen nee, dan is het niet onze schuld dat we weer verkeerd hebben geïnformeerd. Dan moet je gewoon even naar een andere Starbucks gaan zoeken. We zijn weer terug bij Hema. Hema heeft namelijk momenteel een heel leuk masker in de collectie liggen. Het is namelijk een stroopwafelmasker. Ik hou echt van stroopwafels. Vooral ze warm zijn. Ja, inderdaad. En een stroopwafelmasker klinkt echt super lekker. Want deze is ook nog self-heating. Dus ik denk het dat is een warme stroopwafel. Ja, ik denk dat je jezelf echt als een warme stroopwafel voelt. Zonder dat je die calorieën naar binnen krijgt. Nou heb ik helemaal niks tegen calorieën. En mag je voor mij gewoon lekker veel stroopwafels eten. Maar het klinkt wel heel erg leuk. En deze prijs is 3 euro. Waarmee je er 2 stuks krijgt. Dus je kan het ook nog samen met je zusje, vriendinnetje, broertje, broer, vriendin, neefje, nichtje. Met je buurman. Met iedereen kan je het delen. En het klinkt wel heel erg lekker. Ja, dus het is niet per se een hele goedkope deal, maar wel gewoon een hele leuke. We houden ook wel een beetje van de creatieve producten. Net als het volgende product, dat is namelijk een Tompoes douche foam. Klinkt echt als super lekker. En deze douchemousse of douchefoam, die kost 2 euro. Nou, zoals jullie vast wel weten, zijn we helemaal fan van Batiste. En ik weet dat heel veel van jullie het ook heel erg een fijn merk vinden. En dat is goed nieuws. Want nu heb je bij Trekpleister momenteel weer een aanbieding op de Batiste. Het is de bus van 200 ml. Dus dat is gewoon de normale hoeveelheid. En die kan je nu shoppen voor 3,99 euro. En waarom het ook super fijn is dat ze deze aanbieding nu hebben gedaan, is omdat het natuurlijk herfst is. We zitten echt vol in die herfst. En je herkent het waarschijnlijk wel. Het ene moment heb je het ijskoud. En het andere moment heb je het bloedheet. En dan trek je een trui aan. En dan moet je die trui weer uitdoen. En ja, dan zweet je gewoon wat meer. Krijg je sneller vet haar. Ik weet niet of je dit ook herkent. Maar wij weten de laatste tijd niet meer zo goed wat we nou aan moeten trekken. Nou, momenteel zijn er ook heel veel 1+1 acties op make-up producten. En dat heb je onder andere bij de Etos, DA en Dio. En dat zijn super fijne aanbiedingen. Want dan kan je alles eventjes goed inslaan op een make-up product dat je misschien nodig hebt. Of waar je een beetje een voorraadje van wilt aanleggen. Dus het geldt voor heel veel beautymerken. Dus ik denk dat er wel wat voor je bij zit. Normaal gesproken zou de volgende categorie fashion zijn. Maar we hebben op dit moment niet echt veel goede aanbiedingen gezien. Zo, ja. Dat is een heel moeilijk woord. Aanbiedingen. Er zijn natuurlijk wel overal nog wel sale items te vinden. Dus ik ga lekker op zoek. Maar het was allemaal zo. Ja, dan ga ik ineens hele specifieke producten laten zien. En dat is gewoon een beetje onhandig, denk ik. Maar goed, momenteel is er overal nog volop sale. En ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jij nog ergens naar op zoek bent dit najaar. Marissa en ik zijn nog heel hard op zoek naar een hele mooie jas. Mm-hmm. Maar die hebben we nog niet gevonden. Nou, dat was hem weer voor de budgettoppers van deze maand. We hopen dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik hoop dat er ook een fijne aanbieding of meerdere voor jullie bij zaten in deze video. Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei!